Goedemorgen, ik ben bezig met een hele geheime missie, want Irina weet nog niks, maar we zijn even alles aan het klaarzetten en dan straks surprise! Ja, weet dus wel wat moois. Nou, kom eraan. Nou, zus, kijk eens. Wij zijn er klaar voor. Ik hoop jij ook. Dan gaan we de buurt versieren. En dan kan de partypeople komen. Warm op 5 staan hier. Is het een benenlas in de hand? Ja, we hebben nog wat zoveel. Als het goed is, hebben we nog wat zoveel. Het is dinsdag en het is studiedag voor de docenten, dus ik ben in Zwolle. Lekker vroeg, maar we hebben er zin in. Zo, en hoe vonden jullie het? Geluisterd. Nou, we gaan nu lunchen, want wij zijn eigenlijk een beetje te verwend om het aan te pakken. Nee, we gaan even rustig zitten in de stad en gelukkig kennen zij de weg, want anders kom ik ergens heel ergens anders uit. Maar het is woensdag 15 maart, dus dat betekent de Tweede Kamerverkiezingen. En ik vind het zeer, zeer interessant om te stemmen. En dat ga ik ook zeker doen zometeen. Naast bloggen vloggen ben ik in de eerste plaats, vind ik zelf, docent. En dat neemt met zich mee dat ik ook mensen maatschappij geef. En daar hoort politiek is gewoon een heel belangrijk onderdeel van. Of in de staatsvorming en de geschiedenis. Ja, ik vind het ook meer dan mijn plicht. Het is mijn recht, maar voor mezelf vind ik het ook een plicht. Daar zal ik niet anders een plicht op leggen. Voor mezelf wel echt een plicht op dat ik ga stemmen. Dat doe ik ook al sinds mijn 18e. En ik ben ook wel zeer nieuwsgierig naar deze uitkomsten. Ik denk dat ik de vorige keren vond ik het ook altijd heel erg leuk om te stemmen. En daar was ik ook echt wel mee bezig. Maar ik weet dat ik het nu wel heel erg spannend vind. Omdat er juist zo die verschuivingen plaatsvinden. En Ik vind het altijd wel heel interessant, ook weer wat voor gevolgen dat heeft. Maar we gaan het zien. Ik weet het niet eerder dan vanavond, denk ik. Dus het wordt wel spannend, denk ik, als ik zo de peilingen mag geloven. Maar ja, heel eerlijk, we hebben het ook met Amerika gezien. De peilingen zeggen ook niet altijd alles. Dus we gaan zo meteen in ieder geval gebruik maken van het stemrecht. En ik moet wel heel erg zeggen dat ik echt wel een poosje ook zwevend was. Ik heb niet altijd een hele vaste partij waar ik op stem. Ik heb wel een poosje gedaan. Maar ik merk toch, omdat je fase in je leven verandert, dat je dan ook weer aan andere standpunten misschien, als ik het goed zeg, behoefte hebt. En dan kies je misschien ook weer voor andere partijen. Maar goed, ik ben er nu wel uit. Ik ben er al een week over uit en we gaan het zien. We gaan het zien. Ik ben natuurlijk misschien wel gestemd heb. Wie weet. Allicht hebben jullie al wel gezien op mijn blog dat ik een poosje geen artikel heb geplaatst. En dat kwam echt omdat ik gewoon echt met mijn hoofd al met het huis druk ben. En ik merkte gewoon dat ik even geen inspiratie had om een blog te schrijven en gewoon ook niet de energie. En ik heb altijd wel gezegd,
als ik het gevoel heb dat het werk wordt, dan moet ik gewoon even een break nemen of, of misschien wel stoppen. Maar stoppen vinden doe ik niet, want ik vind het enerzijds vind ik natuurlijk nog hartstikke leuk. Maar een break, dat wordt het dan wel. En daarom heb ik voorlopig even geen artikelen. En met voorlopig dus zit ik te denken aan of eind april, begin mei, dat in ieder geval ook het huis zo goed als rond is. En dan heb ik ook gewoon weer wat meer energie en tijd. Dus vandaar. Dus vandaar dat er even geen artikelen zijn. En ook de vlogs heeft het wel een gevolg. Omdat ik dit zal voorlopig ook even de laatste vlog zijn. Waarschijnlijk nog wel voor een opdrachtgever dat er een vlog aan gaat komen. Maar daar hou ik natuurlijk wel op de hoogte. En ook dan eind april, want natuurlijk komt er een verhuisvlog. En natuurlijk ga ik er alles in over vertellen. En over het huisje en toestanden. Maar voor nu even plaatsen rust, zeg maar. En dan kom ik natuurlijk wel weer terug. Absoluut. Want daar is vlog en bloggen veel te leuk voor. Maar voor nu is het wel even goed zo. In ieder geval bedankt. En dan hou ik je op de hoogte. Want mijn Instagram loopt natuurlijk altijd door.